is bescheid. Hallo, hallo, test 1, 2, hallo. Ja, hij doet. Luisteraars en amateurs, hier is weer de lauwe nazibal. Ja, de luisteraars en amateurs, weer van harte welkom bij deze uitzending van de lauwe nazibal radio. Hartstikke gezellig. En nu even speciaal aan de band, omdat we even een verzoekje hebben binnen van... Even zien. Speciaal van Jan de Boer, die wil graag de plaat van Theo Diepenbrock als een lading dynamiet. Nou, dat doen we natuurlijk. U wordt verwend aan spierement. Ja, als een lading dynamiet. Dat is even jammer, hè. Luisteraars en amateurs, die knapt even de torden van de zender af, hè. Maar dat geeft niks, want dan doen we gewoon even de plaat van de man van de hamburgers en de frikadellen van Bekkers. René Bekkers, die heeft ook zo'n mooi liedje en die heet van Als een komeet. Die knalt er ook lekker in, hè. Nu komt hij aan, hartstikke gezellig, bij de lauwe nazibal radio. Dit is de lauwe nazibal, hartstikke gezellig. Ja, de luisteraars en amateurs, dat is wel bijzonder, maar dan gebeurt hier precies hetzelfde weer, hè? Jan de Boer, die wou even een knalletje aanvragen. Nou, dat is wel gelukt, hè? Maar we gaan gewoon verder, niks aan de hand. Luisteraars en amateurs, de lauwe nazibal, hartstikke gezellig. Dan doen we even een iets onschuldiger nummer nou hier. Siska en de Nightbirds, als een rode klaproos. Ja, luisteraars en amateurs. Dat is tot zover even de knallen van de week. Wij gaan de band verlaten, want de torden die bent op. En wat een toestand, hè. Nou, hopelijk ben we binnenkort weer retour. Dit was de lauwe nazibal. Hartstikke gezellige muziek. Volg ons ook op Facebook, want als het goed is, dan komen we vanzelf weer een keer terug, hè. Tot zover de lauwe nazibal. Mooi. Hij is bescheid. In kinder.